Koninklijke Visio. Deze beeldopname is grotendeels goed te volgen als je alleen luistert. Boodschappen doen. Je kunt natuurlijk online boodschappen doen en het bij je thuis laten bezorgen. Superhandig. Maar het kan ook vaak gebeuren dat je zelf wil gaan, dat je zelf de producten in handen wil hebben en wil kiezen in de winkel of dat je gewoon nog even iets nodig hebt. Wanneer je zelf naar een winkel gaat, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden. Als je naar een winkel gaat die je al kent en je maakt een boodschappenlijstje, probeer dan rekening te houden met de indeling van de winkel. Dus zet op je lijstje als eerste wat je als eerste tegenkomt als je de winkel binnengaat. Als je dat vaker doet, dan wen je jezelf dat aan en dan komt de looproute uit in de volgorde van de boodschappen. Als tweede is het handig als je vaker zelf gaat, dat je onthoudt welke merk en soorten producten je neemt. Dus, zoals ik al zei, merk, maar ook kleur van het logo, verpakkingsmateriaal, grootte, de vorm. Dat soort dingen kunnen handig zijn om het sneller te vinden. Vraag hulp. En als je hulp vraagt, is het handig als je weet hoe de medewerkers eruit zien. Dus welke soort kleding, kleurkleding dragen de medewerkers van de winkel. Aan de andere kant kan een andere klant ook gemakkelijk helpen. Als je hulp vraagt, kun je dat doen als je een product niet kan vinden en je al in de winkel bent. Of je kunt direct naar een servicebalie gaan en daarom hulp vragen. Bedenk dan van tevoren goed hoe je de hulp wilt vragen. Iemand kan met je meelopen. Je kunt het boodschappenlijstje afgeven dat iemand het voor je haalt. Het ligt eraan hoe gedetailleerd je briefje hebt gemaakt en hoe belangrijk je het vindt dat er echt specifieke producten gehaald worden. Als je zelf meeloopt, kun je ook daar nog afspraken over maken. Wie loopt er voorop? Wat vind je prettig qua loopsnelheid? Hoe vind je het fijn om iemand te volgen? Natuurlijk. Kun je al rekening houden met in welke vorm je een product koopt, hoe handig het is om het later te verwerken. Je kunt, ik heb hier een aantal voorbeelden, rauwe aardappelen kopen, maar die moeten nog geschild, gekookt, gesneden, verwerkt. Het duurt veel langer dan wanneer je al voorgekookte aardappeltjes in huis neemt, die in 10 minuten bakken of in de airfryer klaar zijn. Denk daar van tevoren ook over naar welke vorm. Hetzelfde vaste groente, of een hele verse groente, of verse snijbonen. Of gesneden bedoel ik, bonen of groente. Of neem je het in een pot, of koop je het uit de vriezer. Dat kan ook nog. En alles heeft invloed op later de bereidingstijd en de snelheid. En natuurlijk ook de smaak. De verpakking is ook belangrijk om dan na te denken over wat kan ik gemakkelijk openen. Je hebt bijvoorbeeld tomatenblikjes met zo'n lipje. Die zijn al makkelijker dan wanneer je een opener moet gebruiken. En verschillende merken hebben verschillende eigenschappen aan hun verpakkingen zitten. Dus onthoud wat je prettig vindt en koop dan die dingen die je prettig vindt. Bij zo'n pak tomaten puree, kun je blijkbaar al iets met een dop, draaidop kopen. Dat is alweer, kan gemakkelijker zijn dan wanneer je zo het open moet knippen en het er allemaal uit kan spatten. Ook is deze makkelijk, hersluitbaar. Dus heb je maar de helft nodig, kun je ook tussentijds gemakkelijk afgesloten bewaren. Hetzelfde geldt voor zo'n bakje. Je maakt hem open en je maakt hem ook heel gemakkelijk weer dicht. Dus dat soort dingen zijn handig om rekening mee te houden al bij de aanschaf. Als er iemand met je meeloopt om producten voor je te pakken, kun je vragen alvast naar houdbaarheidsdata, bereidingswijze. Hoe meer je weet, hoe minder je hoeft op te zoeken thuis. Dan heb ik het gehad over vorm, kleur, merk. Dan is het nog handig als je rekening houdt met hoeveel je nodig hebt.
Als een recept vraagt om 200 ml kokosmelk, is het handig als je een verpakking hebt van 200 ml. Dat scheelt weer bewaren en dichtmaken. En zo mogelijk gaat er dan ook minder verloren. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, video's, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.